Joost Langendijk. Hey, volgens mij hebben we een beller, heb ik begrepen. En ik weet niet zo goed wie het is eigenlijk. Ik ook niet. Ik ook niet. Hallo? Hallo? Met wie spreken wij? Met René Vroeger. Goedenavond. Nee, joh! Wat vet! Jullie zijn wel heel enthousiast. René, weet je wat het is? Wij worden de hele week al verrast door bekende artiesten. En wij dachten, dat ken je niet meer op. Wat ongelooflijk gaaf dat je belt. Ja, nou ja, ik hoorde dat jullie met ongelooflijk gave dingen bezig zijn. Dus dan denk ik, ja, het minste wat ik even kan doen, is natuurlijk even bellen. Ja, dus, absoluut, dank je wel. En ik hoorde dat het ongelooflijk goed gaat ook. Ja, het is niet normaal. Het is bizar. Voor een eerste jaar hadden we dit niet durven dromen. Ja. Hey, en hoe jullie zijn nu 3 dagen bezig? Dit is de vijfde dag. Is dit al de vijfde dag? Dit is al de vijfde dag. Oh, jongens. En dan krijgen jullie wel water en brood onderweg? Of, We krijgen wel te eten. Alleen geen slaap. Nee. Wat, hoe doen jullie het? Af en toe even, mag je even een kwartiertje, een half uurtje verliggen of zo? Of? Nou, we doen in principe per avond iedereen een uurtje of 2-3 slaap. Jezus. Oh, ja. dat je nog gewoon kan... Dat je nog normaal kan praten. Nou, we zijn kapot. Maar ja, we krijgen door onze lieve donateurs en sponsoren en mensen om ons heen... krijgen we zulke lieve reacties. Nou, dat houd je wel op de been. En tot wanneer duurt het nou precies? 12 uur vanavond. Oh, dat is daar. Ik vind het wel fenomenaal, jongens. Echt, hoor, helemaal te gek. Hey, en hoe staat het erbij op dit moment met de giften? De giften die vliegen om onze oren heen. We hebben nu al ruim... 11.800 en? 11.689 euro was de afgelopen tussenstand. Nou, kan ik hem dan rondmaken naar 12.000 in ieder geval? Nee. Nou. René, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Ja, we kunnen moeilijk zeggen. Dan, nog een paar eindspurt mag er toch wel ingezet worden vanavond. Ja, over. Inderdaad. Ja, dat is zo. Ik hoop dat er nog wat mensen luisteren. Dus, als dan, luisteren heel veel mensen op dit moment. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ben er zo verschrikkelijk blij mee. Ik ben natuurlijk nu 12 jaar zit ik bij de voedselbank in Nederland. En iedere keer word ik weer verrast. En ik sta eigenlijk ook een beetje met tranen in mijn ogen als ik hoor wat jullie allemaal doen. En dat er zoveel geld opgehaald wordt. Maar ook hoeveel liefde jullie erin steken. En dat is eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Dat mensen in Nederland en zeker... onze vrienden van de voedselbanken en mensen, de klanten van de voedselbanken weten dat ze niet alleen zijn. Begrijp je? Want het gaat niet alleen altijd om het eten. Het gaat niet alleen om de financiën. Het gaat ook om dat de mensen voelen dat ze gewaardeerd en dat ze niet alleen zijn. Nee, dat hoop ik ook een beetje te kunnen uitdragen. Want dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En met name wat jullie nu doen, is zeker met die uitzendingen. Ja, je verspreidt het woord. En daar zijn we als voedselbank in Nederland zo ongelooflijk blij mee. Dankjewel. Dus, echt te gek, jongens. Duizendmaal dank. Ja, echt wel. Hey, René, mag ik René zeggen? Ja, natuurlijk. je kan ook Tino tegen me zeggen, maar René... Hey, kunnen we nog een plaatje voor jou aanzetten? Nou ja, ik had hem net al genoemd. Ik had Tino al genoemd. Dus misschien dat je Proost op het Leven nog even kan draaien. Oh, dat is een goed. Oh, dat is mooi. Ja, dat is goed. Vooral een mooie afsluiting. Want ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel wat we nodig hebben in 2021. Zeker. En dat we de narigheid van 2020 in godsnaam achter ons kunnen laten. Nou, laten we het open. En ook met name ook in mijn tak van sport natuurlijk. Dat we ook weer snel weer aan de bak kunnen. En dat we mensen gelukkig kunnen maken met muziek en optredens. Kijk, de muziek is er natuurlijk wel, maar ja, je wil natuurlijk ook optreden. Je wil natuurlijk ook de mensen weer in levende lijven zien, weet je wel. Dus laten we daarop hopen en dat iedereen in ieder geval gezond blijft. We hopen met je mee, René. Oké. Okay. Helemaal ja, super. Dankjewel, hè. Oké, jongens. Take care. Hey, doei. Doei. Bye. Jongens, we hebben net René Vroeger aan de telefoon gehad. We hebben fucking René Vroeger aan de telefoon gehad. Jezus. En die maakt er gewoon even 12.000 euro van. Man. Wat gebeurt hier? Iedere morgen zonder zorgen.